Ildalve, waar klopt jouw hart nou het hart voor in de politiek? Voor algemeen belang of voor het CDA? Nou, in eerste instantie klopt mijn hart voor de politiek. En ik heb één hart en dat klopt voor beide partijen op dit moment. Ja, bij de discussie over de potvermolen deed jij een opmerkelijke uitspraak. Kom niet aan die sporthal in Berg en dat tekort van 55.000 euro stelt niks voor, is te verwaarlozen. Ja, als we kijken naar het complex van de potvermolen in Valkenburg, daar is een veel groter tekort op. En dan zeggen wij als algemeen belang, kom nu niet aan die Bosries, want die doet het heel goed. Die Bosries... Nou, 55.000 euro tekort. Ja, maar als we kijken naar bezetting en naar tekorten, dan zeggen wij als algemeen belang, dan stellen we dit punt ook ter discussie, dit beleidsvoornemen. En dan zeggen wij, kom nu niet aan die Bosries. Wij gaan eens kijken wat de mensen in Berg of waar onze collega's zijn geweest, weet ik niet, ervan vinden van die Bosries. Wat vindt u wat er moet gebeuren met de sporthal in Bergen te beleiden? Ja, vind ik prima, want er wordt veel gebruik van gemaakt. Ja. Tenminste, vind ik wel. Ja. Meneer, gevraagd aan een generatie van 70-plussers, dus... En ik heb geen, bijvoorbeeld, ik heb mijn eigen zoon en die woont elders en die kinderen zijn uiteraard ook, dus ja. Wie boete die in wezen niet zoveel. Ik vind dat een hele goede zaak. En als de potvermolen opgeheven wordt, is het nog lang niet zeker dat er een andere accommodatie voor in de plaats komt. Daarom vind ik het heel belangrijk dat een kleine kern, zoals Berg, zijn accommodatie behoudt. Geen bewaar, die moet blijven. Ja. Ja, die moet wel blijven. Dat vind ik wel een goed ding. Ja, waarom moet er een sportparkje, weet je? Ja. Dus, Oh, daar houd ik me niet in op, meneer. Nou, Niels, als iedereen nou in de kernen gaat zeggen van... Nou, onze eigen voorzieningen moeten in stand blijven gehouden... zoals dus de mensen in Berg zeggen die Bosries moet blijven... hoe gaat algemeen belang dan... Dat begrotingstekort van 2,5 miljoen, hoe gaan jullie dat oplossen? Ja, het is zo dat wij als algemeen belang alle beleidsvoornemens, ook die in de kernen, daar discussies stellen. En dat is nu bij het potvermolencomplex niet gebeurd en wij als algemeen belang hebben dat wel gedaan. Het begrotingstekort is natuurlijk een probleem. We zitten met ongeveer 1 miljoen tekort binnen onze gemeente en dat gaat pijn doen. Of we het nu doen op vereniging, het potvermolencomplex of de OZB. Maar jullie moeten ook keuzes maken natuurlijk. Wat gaan jullie nou zeggen van nou, wij moeten knippen en dan gaan we in knippen. En dan heb ik het vooral naar de kernen toe. Wat moet dan weg uit die kernen? Nou, ik denk dat uit de kernen niets weg hoeft, omdat we kijkend naar het beleid daar ook niet echt met de begrotingstekorten zitten. En ik denk dat bijvoorbeeld zo'n potvermolencomplex heel zwaar druk op de begroting, daar moeten we echt kritisch met z'n allen naar gaan kijken. Maar zeggen jullie dan van, nou, dan moet die potvermolen, moet die dan maar min of meer afgebroken worden, want die kernen halen we niks meer weg. Nou, we hebben vorige week die discussie gehad in de commissievergadering. En we hebben ook de zorgen van veel mensen gehoord. En we vinden het ook belangrijk dat de mensen die daar sporten en gebruik maken van voorzieningen... Maar geef het antwoord op de vraag. Moet die potvermolen dan weggaan en die kernen met rust gelaten worden? Of hoe gaan jullie dat doen? Ik denk dat we een goede balans moeten vinden tussen het centrum en de kern. Hoe vind je die balans? Hoe gaan jullie dat doen? Nou, dan gaan we met de begrotingsbehandeling gaan we daar kritisch naar kijken. We hebben nu... van de burger de zorgen gehoord en met de begrotingsbehandeling nemen wij een standpunt in. Dus jullie hebben nog geen standpunt ingenomen terwijl je toch, dacht ik, begin november daarmee aan de slag moet? Ja, dat is zo. Alleen vinden wij dat we ook naar die burger moeten luisteren. Dat hebben we vorige week gedaan en dat gaan we nu met de fractie bespreken. Is het dan zo dat jullie de kernen nagaan zeggen van nou kernen, wat willen jullie? Nou, dan heb je geluisterd en dan gaan jullie daarmee naar de raad. Is dat ja, zoals u weet hebben wij als politieke partij volksvertegenwoordigers in iedere kern. En al die raadsleden van ons, die leggen daar een oor te luisteren en die brengen dat in de fractie of steunfractievergadering naar voren. Wat gaat KLB concreet aangeven, omdat, ja, ik dacht dat 2,3 miljoen is in zijn totaliteit, om daarop te kunnen bezuinigen? Nou ja, heel concreet kan ik u dat op dit moment nog niet zeggen, omdat we nog bezig zijn met die standpuntbepaling. En ook dat we goed moeten kijken naar hetgeen vorige week in de commissievergadering is ingebracht. Maar ik denk wel echt dat we het mes moeten gaan zetten in bepaalde voorzieningen binnen de gemeente. En bijvoorbeeld zo'n potvermolencomplex. Anders moeten we gaan zeggen met z'n allen, we doen die OZB-belasting, doen we met 30% of 40%. Maar meneer Dalve, daar liggen toch al uitspraken. De belastingen gaan omhoog, de bouwleges gaan omhoog. Ik noem maar wat voordelen, de subsidies van verenigingen, stichtingen. Gaat u daarachter staan? Ja, dat hebben wij allemaal besproken. Bijvoorbeeld die subsidies van de vereniging. Daar heeft de raad van gezegd, doe dat nu alsjeblieft niet meer als 10% college. Maar het grote probleem waar we hier met z'n allen in zitten, is dat het Rijk ieder jaar opnieuw de gemeente steeds meer kort... Ja, maar goed, dat de oorzaken weten we wel. Maar wat gaat u daaraan doen? Dat is de vraag iedere keer. En zoals gezegd, ik denk echt dat we met z'n allen
pijnlijke, harde besluiten moeten gaan nemen. Welke pijnlijke besluiten gaat u dan nemen? Nou ja, zoals gezegd, bijvoorbeeld snijden in het bovenmolencomplex. Dat betekent echt niet dat het complex weg moet. Maar we kunnen wel eens kritisch gaan kijken naar dat huis. Mag ik het zo samenvatten? De kernen, daar wordt niet in geknipt. Maar de bovenmolen, daar moet het allemaal vandaan komen. Nou ja, dat zijn uw woorden. Nee, maar als het niet zo is, moet u mij corrigeren. Ik vind dat er een goede balans moet zijn tussen zowel het centrum als de kernen. En als ik dan kritisch ga kijken, dan zie ik dat in de kernen niet zo fors op de begroting gedrukt wordt als het centrum doet met bijvoorbeeld het bovenmolencomplex. Goed. Wij gaan eens kijken wat de mensen in de kernen vinden van hoe algemeen belang op dit moment de belangen behartigt van die kernen. Prima. Vindt u dat de politieke partij AB nog wel de belangen van de kernen vertegenwoordigt? Ja, ik denk eerder voor het centrum van Valkenberg, want dat is de grootste inkomstenpost voor de gemeente Valkenberg. Hè. Dus ik denk dat daar dus ook meer dan de nadruk op gelag wordt als dan de boetedorpjes, zoals Subje en Geul en noem maar op. Ja. Nee, het is behoorlijk het veranderd. Het is me allemaal bij de dorpen zelf neergelegd. Maar als maar enkele mensen uit zo'n dorp het oppakken, dan blijft er toch een hoop liggen. Ja, inmiddels is AB voor heel Valkenburg. Ja. Ja. Vroeger voor Berg, alleen maar en veel. Ja. Maar nu denk ik toch voor Valkenburg. We zitten allemaal in dezelfde regio en worden allemaal geplaagd door dezelfde problemen. En hebben bijna allemaal elkaar overlappende belangen. En dan moet je dus het grotere geheel zien. Links Valkenburg het vuur. Nou, daar wil ik me niet over uitspreken. Ja, je hoort al in de reacties dat ook daar de mensen zeggen van algemeen belang moet het algemeen belang dienen. Dus niet alleen de kernen, maar ook het centrum. Onderschrijf je dat? Ja, dat is ook wat we doen. Zoals al eerder gezegd vandaag. Wij stellen altijd alle beleidsvoornemers van het college ter discussie of dat nu in Berg is, misschien op Geul of in het centrum. En er moet altijd een balans zijn tussen die dingen. Niels, algemeen belang stond bekend, staat bekend als een kernenpartij. U hebben gezien, de laatste meneer die gaf geen antwoord op die vraag. Die was aan het overpeinzen. En dat is de coördinator, de initiator van de nieuwe politieke partij, oud-wethouder Jan Hendricks. Seniorenpartij, vormt dat nu een bedreiging voor algemeen belang? Dat is ook een lokale partij. Nou, ik zou dat niet zozeer zien als een bedreiging. Ik vind het alleen maar mooi dat mensen zich willen opwerpen voor de politiek en de belangen te behartigen in de Valkenburgse politiek. En ik vind het alleen maar goed als mensen dat doen. Is het dan jammer dat ze kiezen voor een nieuwe partij en niet bij algemeen belang aansluiten? Ja, zou dat een reden hebben dat op een gegeven moment dat toch men in de gemeente nodig vindt om op lokaal niveau een nieuw initiatief te ontwikkelen? Nou, ik denk als we kijken naar het thema van deze partij, dat de vergrijzing daar een rol in speelt. En het is natuurlijk van die mensen een goed recht om een dagelijk partij op te richten. Is dat dan iets wat algemeen belang te veel laat liggen, te weinig aandacht aan schijnt? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar deze mensen hebben deze afweging gemaakt en die kiezen ervoor om een 50-plus partij op te richten. Ja, het is natuurlijk ook zo dat er geruchten gaan dat binnen algemeen belang, onlangs is er een raadslid opgestapt, dat die de reden zou zijn dat die wil gaan toetreden tot die seniorenpartij. Ja, ik begrijp uw vraag, maar die vraag zou u toch echt moeten neerleggen bij de heer Schurgers. Want de heer Schurgers is degene die op dit moment een stapje terug duwt uit de Valkenburgse politiek. En u zal die vraag aan hem moeten stellen. Maar dat wordt niet onderling gecommuniceerd onder collega's in uw eigen partij. Meneer Schurgers heeft gezegd, ik ga stoppen. Ja, en hij heeft daar ook een reden voor aangegeven. Hij heeft aangegeven dat hij zijn belang op dit moment niet voldoende kan behartigen. Nou goed, dat is een goed recht en hij doet een stapje terug. Maar als hij die specifieke vraag heeft, moet hij die bij meneer Schurgers neerleggen en niet bij mij. Ik heb een vraag specifiek voor Niels Dauven. Niels Dauven, jij kandideert voor algemeen belang lokaal en provinciaal landelijk kandideer je voor het CDA. Hoe lang blijf je dit nog doen? Politiek op twee wielen bedrijven? Nou ja, op dit moment kan ik mijn ei heel goed kwijt in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vind ik echt leuk, is echt een grote passie van mij. En ik hoop dat ook de komende vier jaar te blijven doen. Dus we blijven in de constructie Niels AB, Niels Dauven voor algemeen belang lokaal. En daarbuiten CDA. Dat betekent dus ook nu dat je dus als het ware contrair bent aan de politiek die CDA hier lokaal voert. Ja, dat zie ik toch echt niet zo. Ik zie dat toch echt los van elkaar. Ik heb daarvoor gekozen om in Valkenburg bij een lokale partij te kandideren. Omdat ik het belangrijk vind dat we kleur lokaal aangeven. Waarom doe je dat? Waarom beken je geen kleur? Je zegt van nou, het programma van CDA, Valkenburg, provinciaal land is totaal anders algemeen belang, denk ik. Of niet? Ja, maar als we kijken dus naar de programma's hier in de gemeente, dan bijt het programma zich niet heel erg.
van beide partijen. Dat mag je niet van een politicus verwachten dat hij zegt, daar sta ik voor, die duidelijkheid geef ik mijn kiezers? Nou, ik denk dat ik heel vaak in heel veel dossiers binnen de gemeente laat zien waar ik voor sta. En op dit moment is dat onder de noemer van algemeen belang. Jouw hart klopt dus eigenlijk voor twee partijen? Nou, ik heb één hart dat klopt voor de politiek. Miels, mag ik je heel hartelijk danken. Ja, veel succes. Dank u wel.